Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Ons weer wordt bepaald door een hoge drukgebied op de Noordzee. Het zorgt ervoor dat er weinig bewolking is in onze omgeving. We zien dan ook de zon vanochtend volop. Er ontstaan wat onschuldige stapelwolkjes en de temperatuur loopt op naar 5 graden in Limburg en 8 graden in Noord-Holland. En vanmiddag wordt het aangenaam warm met 12 graden op de Wadden tot 14 lokaal in het binnenland. En daarbij zien we volop zonneschijn, slechts een paar kleine stapelwolken en de wind trekt aan tot een matige wind vanuit het noordoosten. Vanavond lossen de meeste wolken op en het koelt af naar 8 tot 11 graden. En later vannacht kan het aan de grond licht gaan vriezen. Morgen ziet het er opnieuw aardig uit met veel zonneschijn en het wordt nog een graadje warmer dan vandaag, 14 graden in het noorden en 18 plaatselijk in Limburg. En daarbij staat ook een noordoostelijke wind. Vrijdag zijn er meer wolken en later op de dag kan het in het zuiden wat gaan regenen en het wordt wat minder warm, het wordt 10 tot 13 graden. In het weekend is het helemaal anders, de wind draait naar het noordwesten, we zien veel wolken en vooral op zondag vallen er geregeld buien en ook wordt het een stuk koeler. Ik ben Diane Woei van Weerplaza.nl.